Mijn naam is Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Ja, deze foto van die moeder met die drie kinderen, 1944, december, hongerwinter. Als je dan kijkt naar die foto, dan, ja, die snijdt dwars door je hart heen. Die drie kinderen die ontzettend veel honger hebben en geleden hebben al. En dat huilen van die kinderen. En het feit ook dat die moeder, als je kijkt naar het gezicht van die moeder, die hulpeloosheid, die machteloosheid dat ze naar die kinderen kijkt. En ze eigenlijk niet meer kan troosten, ook omdat het ontroostbaar is, dat verdriet van die kinderen. En als je dan ook nog leest dat twee van die jongste kinderen de volgende dag, dus na het nemen van die foto, zijn overleden. En wat me er ook in treft in die foto is dat het op het moment dat wij nou naar die foto kijken en ik er iets over zeg over die foto, dat het ergens in de wereld precies hetzelfde is als daar op die foto. Precies dat wat zich nu afspeelt in de wereld was toen op 1944 op deze foto te zien. En het is nog altijd aanwezig. En daarom denk ik dat het onwaarschijnlijk belangrijk is dat deze foto's en alles wat eromheen elke keer weer gebeurt als het onder de aandacht brengen van het leed, dat essentieel blijft. Want het is er nog steeds in de wereld en we moeten er nog altijd heel veel aan doen. En de vraag is, hoeveel doen we eraan?